Zeg hallo tegen Sue. Ze woont in een weeshuis en is niet het meest brave meisje. Sue is een echte rebel. Ben je nou blij met jezelf? Nu zullen nieuwe ouders haar goede manieren leren. Zijn ze wel normaal? Het avontuur begint. Als je snoep eet, is het belangrijkste dat je de wikkels verstopt. Oh, wow. Wat een lieve vampiermama. Ze schreeuwt niet en geeft snoepjes. Spookvader probeert bij te blijven. Nu zal hij veel apenfans hebben. Een lolly of een peperkoekkoekje? Sue twijfelde niet. Ze had meer geduld moeten hebben. De kleindochter at de oma op. Bob zal de rest opeten. Familiedinees zijn soms zo. Sue's nieuwe huis zit vol verrassingen. Oh, de moeder heeft wat rare vrienden. Monsters dochter praat met iemand. Ouders willen een kijkje nemen. Hey, hebben mensen je niet geleerd dat gluren onbeleefd is? Een magische doos zal helpen. Met tractaties als deze is er geen tijd voor telefoon. Knoflook Screensaver werkte perfect. Eindelijk! Sue's vriendje besloot om haar familie te ontmoeten. Hij brengt zijn ouders ook mee. Een etentje is onvermijdelijk. Kan je nog sneller? Alles moet perfect zijn. De gasten zijn geschokt. Maar er is geen weg terug. Wil je een mummy? Dat is veel beter. Vampiers moeder wilde iets ongewoons. Maar niemand kan Tom bedreigen. Wie zijn die gekke feestbeesten?
zullen je missen. Naïeve Sue. Ze is vergeten dat ze bij een spook woont. Wat? Al het snoep in één keer? Nou, Bob heeft zijn eigen tractaties. Ze vliegen en zoomen. Wat walgelijk. Mam heeft ook een rare smaak in eten. Denk je dat het makkelijk is om een familieportret te maken? Als een zombie aan het schilderen is, kan het eeuwig duren. Sue verveelt zich en leest. Komt hier ooit een einde aan? Een selfie is een oplossing voor dit probleem. De ouders zien er niet zo goed uit. Hey, jaag de artiest niet op. Mooie Sue heeft een bewonderaar. Maar ouders hebben geen schoonzoon nodig die snel bang wordt. Wow, deze kerel loopt met zijn hoofd in de wolken. Wees niet boos. Neem in plaats daarvan wat cake. Het lijkt erop dat Alex en Bob denken dat Sue een hamster is. Wat een droom. Geweldig. Deze superfamilie heeft iets gevonden wat ze samen kunnen doen. Arme buren. Vitamines zijn helemaal niet eng. Leuk geprobeerd, papa. Sue heeft van alles in haar kast. Dat is het allemaal niet. Heeft iemand een clown besteld? De moeder weet wat haar dochter nodig heeft. Maar papa nam de coolste spullen voor zichzelf. Hij zal de ster van elk feestje zijn. Kijk naar deze zorgzame mammy. Dit zijn geen koekjes. Dit zijn extreem lekkere dingen. Wow. Voorzichtig, het kan je bijten. Was dat echt mogelijk? Ach, Sue is oké. Laten we hopen dat de leraar deze snack aan kan. Je kan Sue niet alleen laten met een taart. Wow, kijk naar deze strenge ouders. Met een oppasser als deze is de taart in gevaar.
Vang me als je kan. We vragen ons af, eten zombies kruimels? Het lijkt erop dat Sul vergeten is dat ze de dochter van een monsterouders is. Bah, dat is walgelijk. Hier is het echte speelgoed voor een klein monstertje. Oh nee, dit is een pop uit haar nachtmerries. Zelfs haar vader werd bang. Sue ziet eruit als een supermodel met kleurrijke make-up als deze. Onzichtbare moeder is van streek. Wow, deze complimenten zijn te luid. Wat een verandering van outfit. Het is nog cooler dan Wednesday Addams. Slecht nieuws voor Sue. Maar ze heeft al ouders. Geen directeur, geen probleem.